Oké, zijn jullie klaar voor weer een nieuw metaaldetectieavontuur? We zijn vandaag in een openbare groenstrook en we zijn hier ook met een reden. Vorige week waren wij ergens aan het zoeken, toen kwam er een voorbijganger, een vrouw die sprak ons aan. Zij is in dit gebied een gouden ring verloren. Ze heeft haar gegevens bij ons achtergelaten. Vinden wij de gouden ring, dan gaan we die zeker bij haar terugbrengen. En verder gaan we natuurlijk allemaal andere leuke vondsten doen. En dat blijft altijd spannend wat er weer uit de grond komt. Ben, heb ook nog even een mededeling. Ja, maar Ben. Dat klopt. Nou ja, ongeveer 2,5 week geleden ben ik gevallen met mijn metaaldetector. En die was goed kapot. En toen ben ik naar Zuid-Holland metaaldetectors gegaan. En door de hartstikke goede service kan ik eigenlijk gewoon nu alweer gaan zoeken. Dus daar ben ik hartstikke blij mee en daar wil ik Rob van de Zuid-Holland Metaaldetectors wil ik daar hartstikke voor bedanken. En de mensen achter de schermen die zich daar mee hebben bemoeid. Ja. Dus echt top service. Ja, ja, mooi, gaan ze door. Hebben ze snel opgelost? Ja, dat hebben ze snel opgelost, ja. Dus, je hebt toch ook gelijk ook een beetje een investering gedaan, klopt, in een andere spoel, hè? Ja, nou ja, deze Coiltech van MyLab, die raden ze mij aan. Uh-huh. En die is ovaal, ja, in plaats van die ronde die ik had. Uh-huh. En hij is groter en dan zou dieper moeten kunnen. Dan gaan we dat eens eventjes testen en vergelijken vandaag. Ik ben benieuwd hoe dat zoekt, hoe jij dat gaat ervaren. Ja, ik ook, ja. Nou, laten we snel gaan beginnen. Yes. Yes, gaan we doen. Nou, de eerste vondst. Nee, niet helemaal de eerste vondst. Ik had net een bierdop, maar €2. Leuke voor de spaarpot. Nou Dirk, wat heb je nou weer? Nou, ik heb hier dus een Target en die komt op 26-27 VDI binnen. Best een hoge toon. En ik denk, wat is dat? Best wel bijzonder. Ik zal het even laten horen. Dat klinkt heel mooi. Ja. Zo, film maar even de display op. Ja. En wat schept mijn verbazing, het is denk ik een soort knoop. Ik heb nog niet helemaal gekeken, maar ik denk dat het aluminium materiaal is. Vandaar dat hij misschien zo hoog klinkt. Ja, ja. Maar wat staat erop, joh? Nee. Het lijkt wel een soort wagentje of iets. Ja. Wat is het, joh? Ik denk dat het van aluminium is. Ik denk het ook, anders hij komt heel hoog binnen. Maar dus het is niet zo oud dan, denk ik, toch? Want dat bestaat... Maar ja, die zullen we even schoonmaken, maar toch leuk man. Een grappige vondst. Ja. Een knoop. Het is een knoop. Nou, misschien staat er wat op de achterkant ook van qua tekst nog. Dat kan ook nog. Het lijkt wel of ik met mijn knie in een hondenrol zit. Mijn knie, hele knie is warm, maar volgens mij is het niet zo. Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Hè? Het is een soort zo'n oud wagentje. Ja, klopt. Zo. Ja. Zie je dat? Ja, een van de eerste autootjes, ja. Ja, hè? Wat grappig, joh. Leuk man. Leuke knoop. Yes. Zeker, yes. Op naar de volgende. Ja. Oké, Ben, vertel het maar. 5 gulden cent, 1982. Ja. Nou, leuk. Dat was 4 jaar voordat ik geboren werd. Ja, en ik ben heel slecht in rekenen. 39 jaar oud dan. 89 ben ik. Ik ben van 89. Uh-huh. Dus ja. Jij denkt dat het een oude munt is? Nou ja, daar wil je natuurlijk altijd. Daar ga je vanuit omdat je het wil. Ja. Echt zo is. Hij kan wel van dieper zijn. Maar als jij hem nou even oppoetst, zal ik in de tussentijd ook even laten zien. Ik heb ook een stuiver gevonden. Dus jij had net een stuiver, ik heb een stuiver. En wat heb jij nu? Ja, ik heb ook een stuiver misschien. Ja, toch wel hè, kijk. Even groot toch, of niet? Ja. Ook 5 cent. Nee. 18 VDI ook? Ja. Ja. Ja, dan is het ook wel een stuiver. Nou, ja, toch leuk. Deze is 1980. En die van jou? Ik zie het nog niet. Hij ziet het nog niet. Zal wel een beetje dezelfde tijd zijn dan. Ja. Maar we gaan voor ouder ook, hè? Ik wil ouder. Ja, hè? Dit is, ik ben te verwend. Nou, maar ja, vind ik het ook leuk. Nou, ik niet. Ik vind het leuk. En het is schitterend weer. Ik ben nog heel eerlijk in, ik hou er niet van.
Nou, oké. Dan zijn we toch een beetje verschillend. Nee. Huh? Nou ja, weet je, ja. Nee, ik snap hebben we het. Nog meegemaakt. Daar kocht ik nog snoepjes van. Ja. Toen ik klein was. Ik begrijp het wel. Ja. Maar deze stralende dag is al een geschenk. Het is ook al een geschenk, ja. Genieten. Zeker weten, ja. Ik heb weer een munt. Niet heel oud, maar toch leuk dat het hier ligt. Het is een Amerikaans muntje. United States of America. 1 cent. Hier staat het portret op. One cent. En het jaartal. Moeten we nog even kijken, dat weet ik nog niet. Nou, ik heb het jaartal gezien. Het is 1971. Dus leuk. 1 cent United States of America 1971. Toppie. Nou, de volgende vondst is een seinhuls, denk ik, dat dit geweest is. 1212. Mouw in Holland. Oh. 1212 made in Holland. Of voor de jacht. Schot hagel. We gaan even bij Ben kijken, want Ben die zegt hey, hey, hey. Dus... Hey, hey, ho, ho, hey, ho. Hey, 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 ho, ho, vermoedelijk wat ouds gevonden. Ben, wat heb je gevonden? Ik denk dat het oud is, maar ik weet eigenlijk niet waar. Er staat wat op. Er staat wat op. Oh ja. Zo. Van koper denk ik dat het is, hè? Ja. Is het geen muntgewicht geweest? Dat zou kunnen, ja. Die zijn toch vierkant? Nou ja, hij heeft natuurlijk een beetje wat te verduren gehad, misschien, door de tijd heen. Wat is dit voor een afbeelding? Ja, hij is helemaal dicht. Dus ja, hoor. Kijk of er nog meer ligt. Dit is wel bijzonder, ja, Ben. Ja. Dit is bijzonder. Het lijkt een soort kruis ook boven te staan. Ja, of een ster, iets. Ja. Vanaf welke hoek moet je het zien? Dit vereist nader onderzoek. Ja. Ja. Als wij hier meer van weten, dan gaan we dat zeker met jullie delen. Maar dit is wel thuis eventjes onderzoek naar verrichten. Ja, ja, apart. Ja, apart, hè. We zijn te weten gekomen dat het hier om een 17e eeuws mesheftbekroning gaat. Er zit een leuk verhaal aan dit stuk mesheftbekroning. Zo stond er in de middeleeuwen al op deze plaats een huis. Deze is echter gesloopt tijdens het Leidse beleg. Begin 17e eeuw is er een nieuw huis gebouwd, wat ook nog tot in de 18e eeuw heeft gestaan, tot ongeveer 1730. Ben, je laat me schrikken, man. Hij schrok ook even, maar... Ben zegt, moet je kijken, er staat hier een militair. Nou ja... Dit laat ons schrikken. Het lijkt gewoon echt alsof daar gewoon iemand staat. Met een helm op zelfs nog. Ja. Hè? Wat is dat, joh? Wow. Ik schrok me dood, man. Ik denk, er staat echt iemand. Hoi, wat doe jij daar? Even kijken, hoor. Draait er een schacht in één keer om. Ja, dan schrik je toch. Ik schrok, man. Ik denk, hè, wie staat daar dan, joh? Ja. Ja, inderdaad. Het is echt net echt. Ja. Ja. Bijzonder. Zo maak je nog eens wat mee, Ben. Hè? Nou, we gaan snel weer verder met zoeken. Ja, ik heb geen bedoeld. Heb je een live dik of niet? Ik heb een live dik, maar dat is mooi toch. Hey. Ik laat hem gelijk even draaien. Hey. Hoi. Hey, maat. Hey. Hoi. Ja. Hoi. Hij stoort ergens een beetje op. Nou, hè. Nu staat hij met een stoorzender. Ik weet niet wat dat is. Nou, we zijn even van de schrik bekomen van de militair die daar in de bossen staat. We gaan even kijken wat Ben nu... op gaat graven. Kom eens. Zie jij hem eens even eroverheen? Volgens mij is ik ernaast.
Hij moet daar zitten. Ja. Ergens. Kijken. Ik denk iets meer naar jou toe. Hondig. Ja. Huh? Een ring? Oh, is dat die ring van die vrouw? Dat zou goed kunnen, ja. Nee, ja, joh. Je meent het niet. Nee. Je meent het niet. Met een lijfdek. Je meent het niet. Doe ja, normaal. Dat is het volgens mij. Doe normaal. Ja. Doe normaal. Ja, dat is het volgens mij. Nou, echt. Mensen, het gebeurt gewoon. Dit is waarschijnlijk echt de ring waar wij in het begin in de aankondiging het over hadden. Ja, ja, hier staat een merkje, volgens mij. Ja? Hier, in de ronding. En precies wat jij zei, die vrouw ja. die had verteld dat de diamantjes in zaten. Dat ja. De vrouw die had dus verteld dat het een ring met diamantjes, dat het daar om gaat. En deze heb inderdaad diamantjes erin. Ben. Maar alleen zie ik het merkje nog niet. Ja, hier, volgens mij, kijk eens. Ben. Nou, dan zal die vrouw blij. Nou, dan ben ik echt... Hè? Als dit hem is, Ben. Wow. Ja, nou, ik heb het adres, die zit diep in mijn hoofd opgeslagen. Zullen we naar daartoe gaan? Ja, zullen we gewoon deze dag afmaken met zoeken? Ja, we zorgen gewoon dat we een beetje op tijd stoppen. Ja. En dan gaan we even langs. Ja. Ja, want die moeten gelijk terug. Hé, Bessie. Ja. En de Bessie. Hé, maar dat is toch goud dit? Het is hem. Dat is toch goud? Even kijken. Maar waar staat dat merkje dan? Kijk eens. Waar staat dat merkje dan? Als dit hem is, jongen, dan gaan we iemand heel gelukkig maken. Hallo, ja. Hi. Kom maar dan. Als dit hem is, gaan we iemand heel gelukkig maken. Ja. En er staat wel aan de achterkant wat ingedrukt. Maar dat is te groot voor een merk. Ja, dat kan hoor. Daar staat een... Ja, moet je eens kijken. Deze is met diamantjes, Ben, precies wat die vrouw... Is het echt? Echt wat die vrouw zei. Is het echt, vraag ik me af. Ja? Ja, hè? Ja, je ziet de kleur ook, het moet echt zijn. Want hoeveel kwam die binnen? 18, Ik kan eens kijken nog. Maar dit kan wel een merkje zijn, hoor, dit. Ben, wat heb jij met ringen trouwens, joh? Ja, ik weet het. Altijd ben jij het. Altijd, Ben. Ja, dit is wel echt. Altijd, Ben. Wow. Ja, ja, ja. Maar hij verzilvert ook een beetje onder, zie je het? Ja, dat inderdaad, dat zag ik ook al, ja. Is hij dan... Verguld. Verguld. Er staat wat in me. Ja? Ik kan niet lezen. En als je hem bij de sloot een beetje de aarde eruit spoelt? Ja, denk je dat dat kan? Ja, toch? Ja, maar dan laat ik hem misschien vallen. Wacht, ik doe hem even. Nee, dat gaat niet goed. Maar moet je eens kijken hoe mooi die steentjes zijn. Dit is geen kiets, hoor. Dit is geen rotzooi. Ja, dan ga ik hem niet. Dan hou ik hem beter niet in de sloot. Want... Nou ja, hij heeft nou al zo lang in de aarde gelegen. Dan kan dat beetje water van de sloot ook nog geen kwaad. Wat staat er? Kun je het lezen? Hoe sterk is dit? Gewoon terwijl ik erbij sta... Zal dit hem zijn? Moeten we anders vragen of ze het op een foto kan laten zien? Hè? Ja. Als zij weet het wel. Ja, maar als zij foto's hebt en zij hebt hem op een foto staan, ja. Dan is het helemaal mooi natuurlijk. Dan weten we het zeker. Maar ja, ze zal er natuurlijk wel eerlijk over zijn. Ja, dat geloof ik wel. Het wel. Mag ik hopen van wel. En anders is het. En dat schildje, daar zou een merk in kunnen staan, maar dat doet het niet nog volgens mij. Nou ja. Hij gaat mee en dan denk ik dat we toch maar even een bezoekje gaan brengen. Ja, gaan we doen hoor. Zo. Ik hoop dat het hem is, echt. Hoe sterk is dat? Ja, lekker man, lekker. Een speld. Ja, kijk maar, er zitten speldendingen. Oh, een lama of zo. Oh ja. Huh? Peru? Peru. Wat voor materiaal is het? Maar er zit een speld aan. Dat is een gier. Oh ja, ja. Ja, een naaltje. Ja, 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 ja. Ja. Dus kan je op je kleding... Een soort kleine broche. Zo. Speldenknoop. Ja. Wat voor materiaal is het? Ja. Even kijken. Er zit wel echt heel veel hier. Ja.
Lekker man. 20% dat hier wat ligt. Is het geen zilver? Nee. Twee dingen. Oh ja, wat een... Ga dat gewoon thuis even schoonmaken. Superleuke vondst, man. Ja. Mogen we ook proberen? Van mij mag het, maar hij is een beetje te groot, denk ik, voor jou. Nou... Gaan we hem even proberen. Nou, dan moet je hem heen en weer halen. Ja, zo ja. Peru, zeg jij? Ja, ik zie het ook eraf staan. Ja, Peru. Klopt, ja. Wat grappig, joh. Ja, ik kan soms storen hoor, ik krijg soms allemaal bijgeluiden. Ja. Leuk Ben, hier komt ie. 16%. Nou, we zijn inmiddels al even bijgekomen van de vondst van Ben, de ring. En ik heb hier ook best wel wat leuks gevonden. Ik heb het al even in mijn zak gestopt. Ja, dit is toch wel vermoedelijk Tweede Wereldoorlog, dat dit uit een... ontsteker heb gezeten van een bomkop. Ja, hij heeft een flinke klap gehad. Hij is helemaal plat geslagen. Normaal staat hij natuurlijk rond. Maar aan het schroefdraad te zien kunnen we wel zeker stellen dat dit van een onderdeel van een explosief is geweest. Dus toch ook best leuk. En we weten inderdaad natuurlijk dat hier ook in de oorlog wat heeft afgespeeld op dit stukje waar we nu zitten. We komen steeds dichter bij dat gebied. Dus zo gek is dat niet. En we gaan even gauw verder kijken wat hier nog meer allemaal ligt. We doen weer even een live dik. Hoge VDI, zei jij? Ja, 30. 30, 29, 30. Ja. Ben benieuwd. Stort, hij. Ja. Mogelijk ook wel iets van de Tweede Wereldoorlog. Koper, iets van koper of zo. Materiaal. Een vlak granaat. Jeubig. Misschien is het wel vlak, 2 centimeter vlak. Ja. Doe ik even zo hoor, dan gaat het gewoon. Dat weet ik nooit. Heb je het al? Ligt het daar? Ja. Wat is het? Is het munitie? Het moet een hul als een huls, ja. Ja? Kan het rond. Ja? Ja. Dan kan je wat heel erg. Ja, dat... Nou, het weer is wel een beetje omgeslagen, Ben. Ja, ja, ja. Is het een huls? Ja. Dik! Zo, een Hispano. Dik, dik, dik. En daar staat al een jaar tot. Ik denk dat dit een boordkanonmunitie is geweest uit een vliegtuig. Gok ik. Dit is geen vlakhuls. Ik denk dat dit Hispano... bodemstempel eventjes kijken. Ja, kijken. Lekker man. Mooi man. Ja, was mijn vermoeden toch goed. Ja. Goed zo. Nee, ik kan het ook nog niet zien. Ik kan het ook nog niet zien. Maar ja, thuis mag even kijken. Ja. Ja, wel leuk. Ah, toch wel weer dik hoor. Hey. Ja. Kijk, leuk. En eigenlijk ben ik niet van hulzen. Maar ja, als er een jaar erop staat, dat maakt het hem toch wel weer. Ja. En het is echt van de geschiedenis van het gebied zelf, dat hè? Dat ook, zeker. Dus we hebben toch weer wat vastgesteld hier. Ja. Nou, top. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja. Oké, we zijn weer bij de auto. We gaan eventjes een wrap-up doen. Ben. Hoe vond jij het zoeken met die nieuwe spoel van je? Ik vond het heerlijk. Ja, ja? Top. Ja, merk je veel verschil met de andere spoel? Ja, toch wel diepere signalen, ja. Ja? Ja, en zuiverder, beter onderscheid of valt dat ook nog? Maar hetzelfde denk ik wel. Ja? Ja, hetzelfde. Ja, maar ja, wel, ja. Wel dieper, zeg jij. Wel dieper. Hij pakt het lekker op. Hij pakt het lekker op, ja. Zeker. Het vond het wel een topdag. Ja. Ja, het was een hele leuke dag. Ik heb me wel vermaakt. En leuke vondsten toch. Het is niet heel veel, maar toch leuk. Ja. We gaan even kijken. Want we hebben alles eventjes neergelegd hier zo. Maar nou werd ik nog heel even wild. Want ik heb hier een munt van de United States of America. Van Lincoln. 1971. Ik ging hem googlen en toen zag ik prijzen van in de 4000 euro. Maar dat is als er een D onder het jaartal staat. En dat heb ik helaas niet.
Dus jammer, we waren heel eventjes wild, maar even kijken. Nou, de leuke knoop met het oude wagentje erop. Ja, deze, ik denk dat dit een seinehuls of een jachthuls is geweest. Als iemand het exact weet, laat het eventjes achter in de reacties. 2 euro, een stuiver, een sleutel van iemand. En dit is denk ik toch een stukje vislood geweest nog. Ik weet het niet helemaal zeker, maar... Ben, nog de boordkanon munitiehuls. Bodemstempel moeten we nog even uitzoeken. Een leuke speldje van Peru. Ook eventjes kijken waar die nog, hoe oud dat is. De gouden ring met diamantjes. We gaan dus straks even kijken of dat echt de ring is waar het om gaat. Van de vrouw waar we het over hadden. Ja, het zou leuk zijn als we daar blij mee kunnen maken. Deze moeten we ook nog uitzoeken. Ja, ja. En nog een euro voor jou. Een euro is leuk voor de spaarpot. Ja. Altijd fijn. En hier hebben we de emmer met... hier is de emmer met afval. Dus dat gaat gewoon gerecycled worden, opgeruimd worden. Ja. Dus nou ja, laten we naar die vrouw gaan en eens even kijken wat ze, wat ze te vertellen heeft. Ik hoop dat het van haar is. Het zou echt leuk zijn. Zou ik er blij mee kunnen maken. Dus als de ring echt van haar is, dan gaan we dat natuurlijk ook eventjes... misschien wil ze nog wel een reactie achterlaten. Dat zou leuk zijn. Dus laten we snel in de auto stappen en op weg naar het adres toe. Yes, gaan we doen. Ja. Nou, we hebben net bij de mensen aangebeld. De vrouw deed inderdaad open van wie de ring zou moeten zijn. Maar helaas, het was niet de ring die zij was verloren. Echt helaas, het is echt jammer. Ik voel me wel een beetje als van de postcode loterij. Dat we iemand blij zouden maken als we hier door de straat heen. We hebben dit keer niemand blij gemaakt. Maar ja, weet je, ze vonden het wel hartstikke leuk. Ja. Dat we toch de moeite hadden genomen om aan de deur te komen. En, nou ja, weet je, dan gaat de boze bij de vitrinekast in. Ja. Ja, zo is het wel. Ja, natuurlijk. Nou ja, wel een hele leuke dag. Ja, zeker. Vonden jullie het nou ook een leuke video? Laat dan even een leuke reactie achter, een duim. En we zien jullie de volgende keer. Yes, snel weer. Yes.